Lars Veldwijk, ja, ik vraag het eigenlijk aan iedere speler. Is het een beetje laat geworden na die mooie promotie bij de Graafschap? Ja, ik weet niet precies hoe laat ik in het hotel aankwam, maar volgens mij was het rond 5 uur. Je hebt het al vaker meegemaakt, hè, promoveren. Ook met Excelsior toen. Was dit mooier? Ja, dat zijn altijd hele mooie feestjes natuurlijk. Ja, dit was misschien nog wel mooier, omdat veel mensen hadden het niet meer verwacht van ons. Het was helaas wel een dinsdagavond, maar dat maakte het niet minder mooi. En nu hoorde ik bijvoorbeeld Bart Vriend zeggen, ja, we hebben vandaag nog weer een feest staan. Misschien gaan we de komende dagen nog wel wat meerdere dagen feesten. Ben je ook zo'n feestbeest? Nou, vandaag ga ik er nog van genieten. Alleen daarna moet voor mij de focus op de Afrika Cup. En ik vlieg zondag naar Zuid-Afrika. Dus ik ga vandaag nog even goed genieten en dan 3 dagen met de familie doorbrengen. En dan vlieg ik naar Zuid-Afrika. Er is ook vandaag nieuws, want de club heeft jouw optie in jouw contract gelicht, zodat je sowieso Spartaan blijft. Oh, wist je dat nog niet? Nee, dat is een nieuwtje voor mij. Dat wist ik nog niet. Ben je er blij mee? Ja, dat was het doel. Heb ik uitgesproken aan het begin. Met Sparta promoveren en de Eredivisie ingaan. Dus dat is mooi nieuws. Ja, betekent dat dan ook daadwerkelijk dat je bij Sparta blijft? Of kunnen zij nu gewoon een transfersom voor je vangen? Want zeker ook in die play-offs, maar ja, je hebt gewoon wel weer een jaar gedraaid over de 20 goals. Ben je interessant voor meerdere clubs? En misschien wil je zelf ook nog wel wat anders. Ja, dat weet je natuurlijk niet. Ik kan nu zeggen, ik blijf bij Sparta. Alleen ja, als er een bod komt waar Sparta blij mee is en wat ik zie zitten, dan ga je er wel naar kijken. Alleen de insteek is wel om met Sparta de Eredivisie in te gaan. Ja, kijk je er weer naar uit op het hoogste niveau te spelen? Heb je het natuurlijk al vaker gedaan met Excelsior, Excelsior niet, met Groningen, met Zwolle, om daar je toch ook weer te meten? Ja, zeker. Ik denk dat ik in de play-offs tegen de Graafschap heb laten zien dat ik het niveau nog steeds aan kan. Ik heb bij Zwolle een heel goed jaar gehad in de Eredivisie. En ja, ik heb wel een soort van revanche gevoel om het daar ook niet te gaan laten zien.